Dag Femke, hoe is het? Hallo, goed. Voor alle mensen die jou niet kennen, ik ga jezelf eventjes voorstellen. Ik ben Femke en ik maak tekeningen, dat vind ik waarom je ook hier bent, zeg maar. Voornamelijk grote tekeningen en daarin... Ik zie hier een enorme al. Ja. Dat is echt een hele grote. Ja, altijd met grafiet. Dat is ook een hele mooie trouwens. Dank je. Ja. Nou, ik zit er altijd zelf in. Oh ja, is dat een kenmerk van jouw werk? Ja, soms letterlijk. Maar ja, soms... ik zit er altijd zelf in. Althans, mijn lichaam zit er zelf in. Ja. Of ik dat dan ben. En soms is het helemaal getekend, dus dit is helemaal grafiet. En soms gebruik ik eigenlijk mijn eigen lichaam om te tekenen. Maar hoe doe je dat? Een beetje plastisch. Nee, maar heb je dan de spiegel die je gebruikt? Of? Nee, ik wil dat ik letterlijk mezelf insmeer met grafietpoeder. Oh ja. En dan druk ik mezelf af. Dus dan dat is eigenlijk die hier hangt. Daar heb je letterlijk op gelegen. Ja. Het is wel een interessant proces om dat te filmen als jij bezig bent. Nou ja, ik heb het gefilmd. Of althans gefotografeerd. En die foto's heb ik dan ook weer. Die figuur komt dan eigenlijk weer uit zo'n foto. Dus het is eigenlijk. Terwijl ik val op een papier, fotografeer ik weer mezelf. En dan maak ik daar weer tekeningen van. En dan gaat het door. Ja, het is wel bijzonder. Het ligt er ook als een laagje op, of lijkt dat nou maar zo? Het ligt er ook. Is het nou, het ziet er een beetje uit als een schuurpapierconstructie, maar, ja. Of structuur, maar. Nou, het ligt er echt op, dus het is van een poeder eigenlijk. Maar het blijft wel goed zitten. Ja. Het is, het is duurzame kunst. Nou, je moet het super fixeren. Dus daarom leg het op de grond en dan merk ik. En zodra als ik het dan niet fixeer en ik haal het omhoog, dan valt het allemaal eraf. Oké. Ik vind het wel heel gaaf. Maar ik denk ook meteen, kijk, want dan vind ik zo'n hele grote vind ik heel gaaf, maar in ons kleine huisje thuis kan je zoiets bijna niet kwijt. Dus dan moet je of een groot huis hebben of maak jij vooral werk voor grotere organisaties en kantoren of zo? Nee, ik maak niet werk voor een bepaalde plek. Nee. Dus het wordt gewoon zo groot als dat het moet zijn. Ja. En in de gang, in de tentoonstelling met alle mensen, zeg maar. Met die geestverwanten, daar hangt ook klein werk. Ja. Ook wel klein werk. Maar soms moet het gewoon even. Maar doe jij ook dingen in opdracht als nou iemand zegt van goh, ik zou graag zoveel werk hebben, maar dan net iets? Of maak jij altijd gewoon vrij je werk? En, Ja, eigenlijk altijd vrij. Ja. Ik heb vroeger ook wel in opdracht gewerkt, maar het moet, ja, wat ik net zei, het moet eigenlijk echt zo groot worden zoals het nodig heeft. Ja. En ook de ruimte en dat lichaam wat erin zit. Dat is heel belangrijk wat de dimensie is van het lichaam. Of het kleiner is dan de werkelijkheid of groter. Ja. Of dat doet zoveel. Ja. En de ruimte eromheen. Het is echt heel mooi. Maar jij bent hier ook net. Want ik ben hier eigenlijk voor het eerst binnen, sinds hele lange tijd. Ja. Maar jij bent hier net, je bent toegetreden tot de stichting of moet ik dat zien? Nee, dat niet echt. Wij huren gewoon een atelier. En als je een atelier huurt, dan word je ook geacht om deel te nemen aan... Aan het geheel. Aan het geheel, ja. Ja. Klusdagen, maar ook andere... Dus je bent eigenlijk... we zijn niet echt een collectief, maar... je bent wel met z'n allen zorg in ieder geval voor het gebouw. Ja, dat is toch wel... Als je het dan over hebt in de stad, dan zeg ik wel snel... Ja, de kunstenaars van Mas of GHL, net hoe mensen dat zeggen natuurlijk. Ja. Ja, maar we zijn natuurlijk wel... Of natuurlijk, maar we zijn allemaal individualistische kunstenaars. Ja. Allemaal individuen. Dus ook qua werk of zo zijn we niet per se aan elkaar verbonden. Iedereen doet zijn eigen. Maar jullie hebben wel, want volgens mij zijn wel allemaal Middelburgers, toch? Of niet? Of niet per se? Nee, niet per se. Nou, we wonen in Middelburg. Ja, maar jij ook niet per se trouwens, maar wel in de buurt van Middelburg. Maar jij bent ook echt een Middelburgse, toch? Ja. Ja, ken je vader nog wel, hè? Ja. Jullie zijn wel met meer broers en zussen. Ja. Laatst was je moeder nog gevallen, volgens mij. Ja. Het is net een dorp, hè, jezelf. Maar dit is gewoon heel wat anders. Maar je woont dus zelf ook nog steeds in Middelburg? Ja, ik woon weer in Middelburg. Oh, je bent terug, ja. Ik ben een maand geleden vanuit Rotterdam verhuisd. Oké. Dus ik had ooit hier een atelier en heb ik weer een atelier in. Ja, daar moet je zien wat voor. Dat is echt kinder. En dat gaat me misschien niks aan, maar waarom kom je terug? Want betekent dat het kunstklimaat in Zeeland weer interessant is? Of was je Rotterdam beu? Houd je van de stad? Nee, het kunstklimaat is niet zo super. Nee, maar ik heb ook allemaal met Nanny vorig jaar gesproken. Nou, ja. Die wilde dus eigenlijk een soort naar Rotterdam, omdat
ja, toch provincie en de gemeente toch wel de echte ondersteuningen achterwege laten de laatste jaren. Ja, sterker nog, hij heeft in Rotterdam gezeten. Ja, ja. Nee, ik ben verhuisd vanwege de liefde. Kijk, dat is klassiek. Ja. Niet vanwege de kunst. Ja, nou, dat is heel goed. Dat maar wat wel zo is, wat ik echt wel vind, het is hier echt geconcentreerd. Je kunt hier echt geconcentreerd werken. En dat is wel uiteindelijk, als ik aan het werk ben, moet het echt, heb ik geen dingen om me heen nodig. Of eigenlijk liefst niet. En dat kan je echt hier doen. Het is hier super stil. Ja, ja. Ik heb echt perfect licht. Ja, en je hebt grote muren, dus je kunt... De hoogte. Ik vind die echt gaaf, deze twee. Ik vind die andere ook mooi, maar dit vind ik echt een... En hoe lang ben je hier nu bijvoorbeeld om bezig geweest? Of... Nou, ja, dus, heel lang. Ja. Maanden. Maar ik wil weer eentje maken in die lijn. Het is echt een ander soort werk. Het ene werk gaat sneller. En dit is echt dus maanden achter elkaar. Maar maanden werk, en dan is het ook nog kunst. Dus ik heb natuurlijk geen verstand van, maar kan ik hiervoor sparen of is het niet voor mij weggelegd? Ik weet niet hoeveel. Nee, maar kost zoiets nu duizenden euro's? Ja. Ja, en daarom, ik wil ook kleiner werk maken. En wat dan? Ja, dat is, als ik er zo lang mee bezig ben, dan zit dat er ook uiteindelijk in. Ja, ja. En, het is gewoon ontzettend veel arbeid. Maar ja, het is ook ontzettend gaaf. En ik weet niet precies hoe dat tegenwoordig gaat, maar ja, kunst wordt, als het goed is, wordt dat na verloop van tijd ook meer waard en zo, toch? Het is ook een investering. Of is dat tegenwoordig niet meer? Nee, maar in die zin... Dat moet je dan maar vanuit gaan. Ja, dat wordt steeds beter. En hoe kom jij bij die kast, vraag ik me dan nog tenslotte af. Die tegenkast? Ja, is hier ook nog een trappetje? Oh, hoe het erbij komt? Ja. En dan zou ik niet daarheen. Oh, oké. Dus dat is... Ja, en al mijn werk zit hier zo, opgeslagen. Ja. Hoe oud ben jij? Hoe lang ben jij al kunstenaar? Ik ben 37. Nou, met dit soort werk ben ik ongeveer 10 jaar bezig, maar ik ben in 2004 afgestudeerd aan de kunst. Ja. Dat is toch ook alweer 15 jaar, ja. Ja, dat is super lang geleden. Ja. Nou, leuk om even zo te horen en te zien. En ik wens je heel veel plezier op je nieuwe plek. Dankjewel. Ja, jij ook, bedankt. Dankjewel.